steal van Refailov. Haroun na het tikje van Mbokani. En daar is Jukleruit. Jukleruit voor de 1-1. En hij legt hem binnen. Het lag daar helemaal open. Een dekkingsfout toch echt wel in de Truinse defensie. En Simon Jukleruit, die was goed meegelopen. Haroun had hem gezien. Algemene niveau. Het begint bij die onderschepping van Refailov. Hij heeft dus ook een aandeel in deze goal. En dan is er misschien een klein beetje geluk mee gemoeid dat die bal van Haroun via Durkin een perfecte assist wordt voor de goedlopende Jukleruit. Die zijn eerste van het seizoen maakt. Buitenspel is dit van Niel de Pauw. Maar de vlag blijft beneden. Dat leek me toch offside. Hij mag doorgaan. De voorzet is niet slecht. Hier is Jukleruit voor zijn tweede. Maar zijn volley botst een schot. Met genoeg creativiteit en een race om kansen. De hoekschop van Jukleruit. En de goal. De goal van Sek. Hij vliegt naar die bal toe. En een duidelijke nekslag die Steppen te grazen neemt. En opnieuw een gelijke stand op het scorebord. Goeie corner van Simon Jukleruit. Die heeft dus naast een goal de zoneverdediging op die hoekschop. Die toch een beetje ondermaats was. Uiteindelijk Gerkes die zich klaarzet voor deze bal. Dan kan het ook Jukleruit worden. Het wordt Jukleruit en die verrast iedereen bij Sint-Truiden. Steppen geklopt. 2-3 voor Antwerpen. Dat is een mannetje minder telt. Maar op een spelervatting weten ze een derde keer te scoren. En gaan ze dan met de 3 punten huiswaarts keren richting Koekestad. Het zou best kunnen aan Jukleruit. En die legt hem naast Durkin. En Steppen die nogthans de tijd nam om die muur op te stellen. Kan niet meer bij de bal. In het hoekje. Hij verwachtte misschien iets te veel een voorzet. Gerkes, ja, die staat erbij voor spek en bonen.